Goedemiddag iedereen! Nou! Welkom terug iedereen bij een nieuwe video van Blu-ray Daddy 82. Ja, ik zeg het nu een keer op zijn Engels, weet je wel, dat is cooler, Blu-ray Daddy 82. Oké, er zijn veel mensen die lachen met mijn naam, Blu-ray Daddy, maar weet je wat? I don't give a... waarom eigenlijk? Dan gaan we een keer beginnen met te tonen wat we vorige weken dus allemaal gezien hebben. Het zijn in totaal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 films. Waarvan wel dan er films, 2 films bij zijn die maar ongeveer een groot uur duren ofzo. En ik ga je dan wel tonen wat dat is en wat dat inhoudt enzovoort enzovoort. Goed, we gaan beginnen bij het begin. De eerste film dat ik gezien heb, is, dat zit wel in een boxset. Dat is een boxset van de eerste 4 originele Batman films. Dus ik heb de eerste Batman gezien. Heel goede film natuurlijk. Ik heb je IMDb weer openstaan. Voor een keer in te tikken voor wat info. Voilà, Batman. De Batman, de eerste, is met Michael Keaton en Jack Nicholson. Duurt 2 uur en 6 minuten, is van 1989 en directed door Tim Burton. Tim Burton is natuurlijk een bekend, is bekend van... hoe gaan we het hier een keer zeggen, zie? Van, dat zijn er vele natuurlijk. Een beetje de bekendste... Beetlejuice, The Batman, Edward Scissorhands, Batman Returns, Mars Attacks, Sleepy Hollow, Planet of the Apes, Big Fish, Shaki en de Chocoladefabriek, Corpse Bride, het zijn er zoveel, Sweeney Todd, Dark Shadows, Frankenweenie, Dumbo en de laatste serie van Wednesday. Voilà. Dat is... De eerste Batman, supergoeie film natuurlijk met Michael Keaton. Binnenkort gaat hij nog een keer de Batman spelen in de nieuwe Flash film. Ik kijk er enorm naar uit. Ik wil hem gewoon nog een keer in de moderne tijd nu nog eens een keer weer zien spelen en acteren. Ik denk dat dat gewoon echt de max gaat zijn. Ik heb hier een trailer van gezien en dat ziet er echt toppie uit. Goed, volgende films... is van Animated Marvel. Dat is Hulk versus Thor en Hulk versus Wolverine. Dat zijn twee films die op één CD staan, op één DVD staan, die gewoon achter elkaar afgespeeld worden. Maar het zijn dus twee aparte verhalen. Hulk tegen Thor en Hulk tegen Wolverine. Super tof om een keer te zien. Kan ik even kijken of ik hier wat info van vind. Hulk versus Wolverine. Voilà ze. Ik heb dat hier gevonden. En dat is van director Sam Liu en Frank Poore. Alle twee, in totaal. Ze duren dus in totaal 1 uur en 22 minuten. Het is zo. Dus de twee films tezamen duurt 1 uur en 22 minuten. Dat is dus... director Sim Liu is misschien bekend van... We gaan het een keer bekijken. Director... Oh, van dus... Ja, is dus director van allemaal de... Animated series van, animated films van Justice League, Batman, The Killing Joke, Teen Titans, Batman en Harley Quinn, Batman, Gotham en By Gaslight, Suicide Squad. Ja, die heeft wel vele films gemaakt. Maar echt mega veel. Super goed, super tof. Ik spaar al die animated... van Marvel, van DC. Ik vond dat de max voor naar te kijken. De laatste dat ik gezien heb was Batman vs. Turtles. Dat was ook een vreegoeien. Had je het indien gemaakt? Hoor. Kan ik even kijken? Misschien wel, misschien niet. En nee, indien niet. Oké, maakt niet uit. Hulk vs. Thor en Wolverine.
echt wel een aanrader. Ik ga ook een keer kijken binnenkort of dat hij te koop is op Blu-ray. Ik weet het niet. En anders zou ik hem misschien wel een keer aanschaffen op Blu-ray. Goed, de volgende film vind ik persoonlijk echt de max. Puur nostalgie. Als ik dan naar aan het kijken was, ik gewoon zelfs tranen in mijn ogen kreeg van gewoon denken aan vroeger. Zelfs, dat was geen drama of weet ik veel, gewoon zelfs bij een actiescène. Gewoon omdat ik en mijn broer deden toen die al die ding na, of we klein waren. Dat brengt gewoon mega veel herinneringen op. En ik ben bezig eigenlijk over de film The Last Dragon. Super goeie film, echt wel puur nostalgie. Zo'n typische... martial arts film. Echt supergoed. Gewoon echt supergoed. Ik heb daar nog van alles op opgezocht. Op YouTube. En er staat ook een 30th anniversary. Dat ze gedaan hebben in de States. Waar dan dus al de fans van die film, de acteurs en al, allemaal samengekomen zijn voor nog een keer de film te bekijken in de cinema. Like dat ik zei, de acteurs waren erbij. De volledige cast. Dat was gewoon... Dat moet de max geweest zijn voor dat nog een keer te herbeleven. Want dat is echt een supergoeie film. Voor mensen die graag... Want die film is van 1985. Die graag zo van die oude martial arts films zien. Dat is wel echt de moeite. Goed, we gaan hem een keer intikken. The Last Dragon. Voilà. En wat zie ik hier... dat is dus een film, zoals ik zei, van 1985. Het duurt 1 uur en 49 minuten. Director is Michael Schultz. Die is bekend voor... heeft 114 films en series gedirect. Dat is al een keer de moeite. Zitten er dat bekende bij? Scrollen... was ik een keer allemaal staan? The Last Dragon uiteraard. Dan... ding dat ik ken. The Young Indiana Jones. Zie ik een keer staan. Dan Ally McBeal heeft hij ook gedaan. Of misschien een paar afleveringen of zo. Ik weet het niet. Chicago Hope. City of Angels. Charmed. Dat zijn allemaal series natuurlijk. Niet echt. Hij heeft ook Arrow heeft hij ook gedaan. Ja, en dat, Black Lightning heeft hij ook gedaan. Dat is ook van DC. Ja, dus al sinds de aanrader The Last Dragon. Bekijk hem een keer. Je kunt hem kopen op Amazon. Ik heb wel, denk 15 of 16 euro betaald. Maar ik denk dat hij nu duurder is. Dat hij al 28 euro is of zo. Maar het is echt wel een keer de moeite. Goed, volgende film. Ook een klassieker. Was al super lang geleden dat ik hem gezien heb. Een horrorfilm. Vroeger was dat meer spectaculair. Nu is dat nog altijd goed. Maar als je dat nu ziet, is dat natuurlijk een beetje crappy crap. Maar blijf gewoon echt super goed. En dat is Child's Play. Child's Play, Chucky dus. Met een schone slipcover. Dat is ook... schone, dus dat vind ik wel de max, dat er twee verschillende afbeeldingen zijn. Ik heb dat gekocht via, ik denk Amazon, maar hoeveel dat ik betaald heb, dat weet ik niet meer. Echt wel de moeite. Ik ga een keer intikken van wie of wat dat juist is. Child's Play. Voilà, heel de eerste. Is een film van 1988. Duurt 1 uur en 27 minuten. En is director. De director is Tom Holland. Nee, dat zal niet een dien zijn van Spider-Man. Director. Zo, heeft in totaal 19 films gedirect. De tv-series van The Pink Panther heeft hij gedaan. De tv-series van The Hulk. Psycho 2. The Stand. Hatchet 2. En dat is een beetje voor de bekende. Voilà. Dus Child's Play van 1988. Wel de moeite. En ook superschoon beeld. Superschoon menu ook voor te kiezen. Voor van alles subtitles en zo te kiezen. Echt een aanrader natuurlijk.
Voilà. Dan de volgende film is op DVD. Was al super lang geleden dat ik die een keer gezien had. Ik word dat eigenlijk zelfs volledig vergeten. Zo. Ja, voilà. Dus was super lang geleden en dat is Far From Home, The Adventures of Yellow Dog. Voilà. Ik moet wel zeggen, het was wel een beetje ambetant, want het beeld was in 4:3 formaat. En ja, ik vond het eigenlijk zelfs raar voor op DVD dat dat 4:3 is. Een film van 78 minuten van 1995. Dat gaat over een jongen die samen met zijn vader een boottocht gaan doen. Ook met de hond mee. Er gebeurt iets, de boot kapseist ofzo. En de zoon komt op een eiland terecht waar dat hij dus moet overleven. Ze vinden hem niet. En achter zoveel... hij moet zoveel dagen moet hij overleven met zijn mond. Puur op wat dat bos hem te bieden heeft. Ja. Goed, voilà. Dus Far From Home. Goeie film. Een beetje survival film. Maar mooi. Goed. Voilà. De volgende film was verrassend. Een heel schone film. Ik ga hem meestal een keer intikken. Ik heb hem al gevonden. Dat is met Shia LaBeouf, Dakota Johnson, John Hawkes en Zach Gottsagen ofzo. En dat is The Peanut Butter Falcon. Superschone drama. Echt een heel schone film. Comedie-drama is. Duurt 97 minuten en is van 2019. Echt een heel schone film. Het gaat over Shia LaBeouf. Is eigenlijk een visser die in een probleem geraakt omdat hij iets uitsteekt. Moet vluchten. Dan die andere jongen hier komt hij tegen. Samen doen ze eigenlijk een roadtrip. Dan is er een meisje op... de verpleegster van die jongen is eigenlijk op zoek. Naar die jong en dan om duur komen ze alle drie tezamen, zetten ze de roadtrip ergens naartoe, ik ga het natuurlijk niet allemaal spoilen, ergens naartoe en er gebeurt van alles en ja, het is eigenlijk wel een feel good comedy drama die dan soms niet zo good feelt, niet zo goed voelt, echt een aanrader voor te zien, The Peanut Butter Falcon, voilà. Dan de volgende film. Super goed. Ik heb nog niet. De director is Tyler Nielsen. Voilà, ik heb nog niet bekeken. Tyler Nielsen en heeft nog maar 4 films gedirect. En ja, het zit daar eigenlijk geen één bekend bij. Hij heeft eigenlijk enkel nog maar kort films gedaan. Dus dat is eigenlijk zijn debuutfilm. Dus het is wel de moeite voor. Hij heeft al alles eens een goede film geleverd. Voilà, goed. De volgende film is een komedie. Super goed, niet normaal. Voilà, en ik ben bezig over The 40-Year-Old Virgin. Echt waar, dat is zo'n goede komedie. Voor mij persoonlijk een van de betere comedies. Ik zie graag komedie, niet altijd, maar gewoon af en toe een keer. Maar dat is wel echt een super goeie. Daarmee heb ik mij echt al zot gelaten. Ik heb die film zeker al 20 keer bekeken. Het duurt 1 uur en 56 minuten, is van 2005 en de director is Judd Apatow. Voilà. Judd Apatow, die zal ook wel een bekend zijn. Voilà, director van 23 films en series, dus The 40-Year-Old Virgin, Knocked Up heeft hij gedaan, Funny People heeft hij gedaan, This Is 40, Trainwreck heeft hij gedaan. Dan die serie Love op Netflix. Dat is ook een super goede comedieserie. Dat is het een beetje. Super goede director. Want The 40-Year-Old Virgin is echt een toppertje. Voilà. Dus mensen. Dat was de films dat ik allemaal bekeken heb. We gaan dan een keer vlug herhalen. The 40-Year-Old Virgin. The Peanut Butter Falcon. Far From Home, The Adventures of Yellow Dog, Child's Play van 1988, The Last Dragon van 1985, Hulk vs. Thor en Wolverine,
en de eerste Batman. Voilà mensen, dat was het. Ik zou zeggen, allemaal bedankt om te kijken. Like de video, abonneer alsjeblieft op mijn kanaal. En verspreid het een keer. Ja, maak een beetje reclame voor mij. Hè? Ja, waarom niet? Het is altijd leuk voor nu, als je mij een keer kunt delen via Instagram of zo, of via Facebook of weet ik veel. Of een keer doorsturen naar mensen. Allee, het zou tof zijn. Ik heb nu 105 abonnees. Dus maar ik ben super content daarmee. We blijven gaan. Mijn views zitten goed. Ja, super content. Voilà. Ja, nog een keer allemaal bedankt om te kijken. Like de video. Tot de volgende keer. En salut!